Ik ben Dominique Laan, ik ben eigenaresse van een schoonheidssalon in Alkmaar. Nou, ik wilde altijd als schoonheidsspecialiste worden en natuurlijk dan ook mijn eigen salon openen. En dat ben ik nu sinds 2 jaar, heb ik nu mijn eigen schoonheidssalon. Ik liep er tegenaan als ondernemer dat je best wel lang moet wachten op vergunningen. Bijvoorbeeld voor een reclamebord op te hangen of je bestemmingsplan, bijvoorbeeld of je hier mag vestigen. Ik stem op VVD Alkmaar, op Rits Ticheler, omdat hij deze zaken wil gaan aanpakken. En ook de OCB met 5% wilt gaan verlagen. Ik ben Ed Molenaar, ik ben ondernemer in winkelcentrum De Mare. Ik heb een winkel die heet Europart en die verkoopt onderdelen. En daarnaast ben ik voorzitter van de ondernemersvereniging van winkelcentrum De Mare. Nou, als ondernemer is het natuurlijk belangrijk dat er veel mensen in het winkelcentrum zijn. Want hoe meer mensen er zijn, hoe beter of het is. Dat betekent ook dat het veilig moet zijn en dat men ontspannen moet kunnen winkelen. Dus stem ik op de VVD. En wel op Rits Ticheler. Waarom? Omdat hij de initiatiefnemer is voor de veiligheid hier in winkelcentrum De Mare. En dat is heel belangrijk. Het is zelfs zo dat bij de VVD is er 500.000 beschikbaar gesteld voor 2 extra handhavers hier in dit winkelcentrum. En dat vergroot de veiligheid enorm. Mijn naam is Dick Pieters. Ik ben woonachtig in Alkmaar. Ik ben eigenaar van trainingsbureau Ignis en eigenaar en medeoprichter van de DTC Academy. Nou, er gaat al heel veel goed in de gemeente Alkmaar, maar wat ik merk als ik met de bedrijven praat, is dat het onderwijs niet altijd de mensen aflevert voor de banen die op dit moment gevraagd worden. En daar is een verbeterslag te maken. Ik stem op de VVD Alkmaar, omdat ook zij van mening zijn dat bedrijfsleven een grotere rol moet gaan krijgen bij de inrichting van het onderwijs. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik ga stemmen op Rits Ticheler. Ik ken Rits al jaren. Ik ken Rits als iemand die altijd oprecht geïnteresseerd is, betrokken is, vooral ook bij ondernemers. Ik ken Rits ook als iemand die het niet alleen zegt, maar het ook vooral doet. En dat vind ik heel belangrijk. Ik ben Hein de Jong en ik bestuur een woonwinkel WoonOnline op Alkmaar Overstad. Het grootschalige winkelen op Overstad zou ik echt graag gecombineerd willen zien met de bezoekjes aan de historische binnenstad. We zijn daar in Alkmaar uniek in. En dat moet eigenlijk reden zijn voor veel bezoekers om Alkmaar te komen bezoeken. Ik stem op de VVD, ik stem op Rits Ticheler, omdat zij echt ruimte geven aan ondernemers en aan Overstad om echt te ondernemen. Overstad heeft het zetje nu echt nodig om zich te ontwikkelen tot een volwaardig centrumdeel van Alkmaar. Nou, wij zijn eigenlijk ondernemer geworden vanuit de passie. Dus we waren in Kweeklin en vanuit Kweeklin zijn we sites gemaakt. Voor je het weet heb je een heel bedrijf. Wat ik graag beter zou willen zien in Alkmaar is een verbeterde infrastructuur qua glasvezelkabels. Ik stem op VVD Alkmaar en Rits Ticheler omdat hij de verbindende factor is tussen jonge ondernemers en de politiek.